Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de fanmail met mij. Dit is de fanmail, dit is mij en jij bent de kijker en welkom bij een nieuwe fanmail met mij. De serie waarin kijkers mij fanmail sturen, ik maak dat dan open, ik film dat, niet met het filmoog dicht. En dat flikker ik dan op YouTube. Klinkt opeens een stuk minder extreem. Ik heb in ieder geval een hele hoop brieven. Eentje die begint met voor de grootste klootzak op YouTube. En ik heb een pakketje. Boom! Ik stel voor eerst te beginnen met een leuke brief. Een soort leuke, makkelijke, stille, soepele opbouw naar weer beginnen met fanmail. En daarna het pakketje, want iedereen wil weten wat er in het pakketje zit. Je kan dus fanmail opsturen. Als je daar zin in hebt, stuur even een mailtje naar serpentgameplaysite@hotmail.com. En dan reageer ik daar misschien op met mijn adres. Oké, we gaan beginnen met een mooie brief. Mooi, hè? Het is briefachtig. Briefachtig, prachtig. Oké, dan. Eens even kijken wat voor moois er allemaal in staat. Hoi, Rick. Eikel broers. En broers dan niet eens met een hoofdletter, maar eikel wel met een hoofdletter. Tof. Ik was altijd groot fan van jou. Ik had het idee dat je anders was dan de andere YouTubers. Zeker omdat je gewoon dingen uploadde die niemand anders deed. Of in ieder geval weinig andere YouTubers. Maar de afgelopen 2 weken loop je in het begin van de video al te zeiken om likes. Naar mijn idee upload je alleen nog populaire dingen. Kut! Helemaal vergeten om likes te vragen. Oh, kut! Oh, nee! Je maakt je series niet af. Nou, dat valt best mee. Oké, dat is waar, maar soms maak ik ze af. Dat heb ik altijd al gedaan. Het is niet in één keer van, hey, mijn kanaal zakt af, ik maak geen series af. Deed ik nooit, dus je hebt niks te zeiken. En oh ja, nog bedankt. Die meeting was echt gaaf. Ik wachtte al zo lang om je een keer in het echt te zien. Het was echt supergezellig. Kan je sarcasme lezen, eikel? Je bent een abonnee kwijt. En ik denk dat andere mensen ook wel dit in gaan zien en stoppen met abonneren op weer een andere saaie YouTuber die alleen maar doet voor views en money. Met niet zulke vriendelijke groeten, Gail of Gale. PS, mijn vriendin praat echt fucking veel over je, wat tering vervelend is. Als we ruzie hebben of zo, doet ze de oordopjes in. Gaat ze filmpje van jou kijken? What the fuck? Als je een nieuw filmpje hebt geüpload, kijkt ze die en vertelt ze me vervolgens alles over. Fuck. Top, top. Ik ben heel blij met je brief, Gail. Ik ben vooral blij met het feit dat je veel ruzie hebt met je vriendin. Je vriendin, gun ik al het geluk van de wereld. Jou, ik ga je niet doodwensen, maar ik ben gewoon een sukkel. Dus, hey. Nee, natuurlijk, je mag gewoon commentaar hebben als jij vindt dat het niet leuk meer is. Moet je niet gaan kijken. Ik ga niet zeggen van, hey, Gail, leuk dat je er geen bal aan van vindt. Kijk. Ik vind mijn video's leuk. Ik zou ze kijken. En ik ben nu weer begonnen met Monsters & Co. Schrik Island, mijn monteur. Je moet geen bek houden, Gail, met je hoofd. Verder zit er een sticker bij. En nog een brief. Waarschijnlijk van zijn vriendin. Of nog een haatbrief. Hij dacht, oh, ik bedacht me nog iets kuts aan je. Hey Rick, dit is weer zo'n mail van iemand die helemaal fan is van jou. Eindigt het opeens groetjes Gail. Helemaal verwarring. Ik kijk je filmpjes elke avond. Maar dat hoor je natuurlijk zo vaak. Dat is zo'n poppetje die zo bloost. Ik zou willen dat je iets speciaals kon zeggen of doen. Zodat je begrijpt hoe blij ik ben dat jij YouTube... gamefilmpjes doet, een liedje schrijven, een rijmpje maken, een 3D-tekening maken op je computer. En je computer hacken, bla 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 bla. Zoals bij zoveel anderen maak je ook mijn dag goed met je leuke filmpjes. Plants vs. Zombies 2 / The Sims zijn mijn favoriete series op jouw kanaal. Ook oldschool flash games vind ik geweldig. Vandaag nog eentje online gekomen. Geen moeite. Dat zie je nergens anders op YouTube. Oké, even genoeg mijn pik gelikt. Ik ga weer verder. Natuurlijk, relaxen met Rick. Daar ben ik mee bezig, ik heb geen ideeën. Het maakt mijn dag ook extra leuk als je een van deze 4 filmpjes uploadt. Maar je bent met zoveel tegelijk bezig dat dat natuurlijk niet elke dag kan. Wat ik wel jammer vind is dat de meeting niet door is gegaan in verband met het warme weer. Ik snap het. Ik verheugde me best om op de foto te gaan met mijn favoriete YouTuber. Maar volgens mij zei je dat het sowieso in de vakantie nog zou doen. En dat is niet helemaal gebeurd. Oepsie floepsie. Ik heb niet zoveel centjes, dus vandaar deze kleine donatie en een groot cadeau. Wat? En deze kleine donatie en geen groot cadeau, zoals de PS4 in de vorige fanmail. Maar het is genoeg voor een blikje energy of een kropsla. Groetjes, Rebecca. Nou weet ik niet of er geld in deze envelop hoort te zitten. Maar er zit geen geld in. Rebecca, waar is mijn geld? Jezus. Er zit wel een sticker in van Large. Hier koop ik wel eens mijn kleding, Large. Goed kleding, gratis sponsor. Oké, dan, dankjewel voor je brief, Rebecca. Sorry dat de meeting niet is doorgegaan. Ik had hem inderdaad verzet en... Ik heb gewoon een heel erg uitstelprobleem. Ik geef het toe. Er komt ooit een meeting. Misschien.
Ik hou het spannend, ik hou het spannend. Oké, dan. We gaan verder naar de grote doos. De grote doos. Ik heb hem al een klein beetje opengemaakt, want anders ben ik de hele video aan het kutten met de doos openmaken. De mensen van Bethesda vroegen afgelopen week om mijn adres. En ik verwachtte dat ze me t-shirts zouden sturen. Maar het is zoveel beter. Het is zoveel beter! Kom hier met die... Oké, wacht. Ik zet hem even op de kop. Oh! Ja! Oh, wat een fucking cool ding. Dit is, voor de mensen die niet weten, Fallout Anthology. Dit is een collector's item. Het is, ik ga hem uit de doos halen. Het is een nuke, een bommetje. En daarin zitten alle Fallout games, behalve Fallout 4. Dus Fallout 1, 2, 3, New Vegas. Alles wat je wil in je leven zit in deze doos. Ik weet dat die momenteel te koop is voor maar zo'n €50. Heb je alle Fallout games in deze fucking bom. Ik ging al naar Bethesda toe, van hey, mag ik toevallig een gratis kopietje van Fallout Anthology? Ik ben skeer, mag ik hem gratis? En toen zeiden ze, nee, die geven wij niet weg aan YouTubers. En nu heb ik hem toch! Haha, het was een grapje. Oké, ik ga hem uitpakken. Ik heb de hardste nerdboner ooit hier. Ik was al van plan om zelf te kopen. Maar ik ben skeer, dus dat soort aankopen stel ik dan graag uit. Ja, je kan hem niet downloaden, hè? Je kan de spellen wel los downloaden, maar daar zit die bom niet bij. Dit ding is zo fucking cool, dit is echt... Het ultieme nerd prop item ding om op je kamer te zetten. Oké, kom maar. Er staat allemaal plastic omheen. Kom maar, jongen. Sorry, doos. Kijk dan, dit is toch fucking cool. Dit is toch prachtig. Dit wil je. Waar zit de... Is er nog een mooi voorkantje op? Ja, kijk zo. Het is een atoombommetje. Oké, en dan kun je dus de bovenkant... eraf halen. Tada! En dan zit daarin een prachtig bakje met alle Fallout games, als het goed is. Fallout? Er zit ook Fallout 4 in. Wat gaan we nou kutten? Dit is hem niet echt. Is het de muziek of zo? Oh, kijk, het is een hoesje. Hij kan erin. Hier zou je Fallout 4 in kunnen stoppen. Dat is wel cool, dat ze daar rekening hebben gehouden. En als het goed is, zitten alle andere games er wel gewoon in. Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout Game of the Year Edition, Fallout Vegas Ultimate Edition. Dus ja, dan heb je zo alle Fallout games. Ik ben een gelukkige nerd, als je dat maar weet. Ik ben een heel gelukkige nerd. Oh, nou, dat zat er in de doos, dames en heren. Deze prachtige atoombom die mijn kamer voor altijd zou sieren. Als de politie nu een keer langskomt, omdat ze denken dat ik bommen aan het maken ben, dan vinden ze ook echt een atoombommetje. Wat een cool ding. Dus ja. Ik ga hem nemen mee naar bed vanavond. En terecht ook. Wat een cool ding. Oh, zit een geluidje op. Hij maakt alleen geen geluid. Moeten er batterijen in? Ik heb namelijk iemand anders ook een unboxing te doen inderdaad. Als je er dan op drukte, dan ging je een geluidje maken. Staat wel op, uit de buurt houden van kinderen onder de 12. Waarom? Waarom mogen kinderen onder de 12 geen atoombom hebben? Oh, er zit inderdaad een batterijklepje onder. Hebben jullie er geen batterij in gedaan, of wat? Oké, fuck it. Ik zoek het een andere keer wel uit. Als er binnenkort in één keer allemaal atoombomgeluiden uit mijn kamer komen, heb ik de batterijen gevonden. En mijn toppie. Oké. Zo, we gaan verder met dingen uit de fanmail. Even deze doos weggooien. Zit er nog een kaartje in? Nee. Oké, dan. Next. Is een pakketje voor Rick Broers. Zonder CK. Gewoon RIK Broers. En ik weet al wat hierin zit. Huh? Is het Until Dawn voor de PlayStation 4? Deze is van Roy, de enige echte Roy van al die games. Ik tweette namelijk laatst van, ik wil eigenlijk wel Until Dawn doen op mijn YouTube kanaal. Maar hij is €65 en het is typisch zo'n spel wat ik één keer ga spelen. Ik maak hem voor YouTube, de meeste YouTubers hebben 12 afleveringen of zo van een half uur. Ik speel de game 6 uur, daarna speel ik hem nooit meer. Dus dan vind ik €65 best wel veel geld. Ik zat te tweeten van, zal ik hem spelen? Zal ik hem spelen? Tweeten Roy van al die games. Ik heb net de serie gedaan op mijn kanaal, heb hem uitgespeeld. Wil hem al naar je opsturen. En dan mag je hem lenen. Het is niet voor het houden. Ik speel de game uit en dan gaat hij weer terug. In ieder geval binnenkort op mijn YouTube kanaaltje. Until dan. Gaan weer mensen uit de brief. Zoals die gast van, je speelt allemaal populaire spellen. Dit spel is cool. Ik mag best spellen spelen die nu uitkomen als ze cool zijn. Laat me lekker met, dit is mijn kanaal. Hij mond. Nou man. In ieder geval, super bedankt Roy. Eervolle vermelding in de fanmail. Oké. Dit is ook nog een hele mooie brief die ik vandaag binnenkreeg. En als het goed is, weet ik ook wat hierin zit.
In de game verwenhoek categorie? Huh? Is het Uncharted? De Nathan Drake Collection? Nou, die kreeg ik ook. die kon ik bij Sony aanvragen. De lieve mensen van Sony hadden laatst een launch party voor Uncharted Collection. Allemaal YouTubers uitgenodigd, mochten de game spelen. Gingen ze weg, kregen ze een gratis kopietje voor de game. Achteraf had ik zoiets van, hey, van alle YouTubers ben ik de enige die ooit Uncharted heeft gedaan op zijn kanaal. En ik ben niet uitgenodigd. En toen heb ik achteraf dus alsnog de game gekregen. Yay, bijna goed. Joehoe. Ik heb trouwens flubberarmen. Dus dat mag. Hey, ik moet even kijken of ik hem weer ga doen op de PlayStation. Want ik heb natuurlijk Uncharted 2 en 3 al volledig gespeeld op mijn kanaal. Uncharted 1 nooit afgemaakt. Ik zat te denken, ik kan gewoon opnieuw gaan beginnen met Uncharted 1 de Remastered Edition. Heb je betere graphics, ik heb nu betere opnameapparatuur, ik heb een PlayStation 4. Alleen ja, daar heb ik ook eens iets van, zal ik dan ook 2 en 3 nog een keer spelen? Ik weet, er gaat geen hond naar kijken, maar ik heb wel weer een passie voor Uncharted. Alleen als ik deze disc ga spelen, dan wordt gewoon 100 afleveringen of zo. Die collection is 3 games in 1. Dus ik ben nog een beetje aan het overdenken wat ik hiermee wil gaan doen. Waarschijnlijk ga ik ze alle 3 spelen. Geen zorgen kindertjes. Alle 3 spelen, 0 views, zachtjes huilen, maar wel genieten van de game. Dankjewel in ieder geval. We gaan weer verder met de post, Het is één grote ding, zooi van brieven op mijn kamer. We gaan weer verder met de post. Oké, we hebben hier dus... Happy Movember voor de grootste klootzak op YouTube. Nog meer haatmail. Ik ben dol op haatmail. Hey Rick, je bent best populair op YouTube. Dat betekent ook dat je haters hebt. Leuk toch? Wij sturen dit omdat we je haten. Vooral je kinderachtige gedrag. De haat tegen feministen en hipsters. En nog veel meer. Natuurlijk kan je dit verscheuren en uit de fanmail laten, of het voorlezen. In beide gevallen krijgen we ons zin. Als ik dit verscheur en niet voorlees, krijg je dan je zin? Ben je dan gelukkig? I don't know. Je bent wel makkelijk gelukkig. Voor de rest, geen fijne dag verder en ga door met je slechte video's. Groetjes Bram, Bradley en Farid. Wie noemt zijn kinderen weer Farid? Het lijkt heel erg op het Duitse Farad. En dan is hij je fiets. Dus dan weten we dat ook weer. Verder staat er een van de lesbies logo op. Hey, go lesbiennes! By the way, ik zou je stand-up comedy carrière opgeven, want humor gericht op 12-jarigen, op het 12-jarig publiek, trekt niet veel zalen. Dankjewel. Ik ben er druk mee bezig. Ik zal meteen stoppen met mijn cursus en ik heb drie nieuwe speeldata gekregen, maar laat dat ook maar zitten dan. Nou, je wilt graag of de kaart zou verscheuren of hem voorlezen op fanmail voor dubbel genot. Beide verscheuren en in de fanmail. Yay! Woo! Fuck jou! Dus, ik heb dat waren eigenlijk alle brieven die ik had liggen. Ik had er even een paar verzameld. Achter me, in de bak, liggen nog meer brieven. Zal ik gewoon een ventje pakken of niet dan? Nee, oké, tof. Dankjewel voor het kijken. What the fuck is dit dan? Die heeft iets ingezeten. Het is van Weekamp. Zijn dit niet gewoon de kleren die mijn moeder voor me bestelt? Er zit iets in. What the fuck heb ik besteld bij Weekamp dan? Komt-ie. Oh, dit is nog de anal spray van laatst. Pure backdoor anal spray. Ik wist niet eens dat je dat had bij de Weekamp, joh. No, oké, dan, top. Kan ook weg. Nieuw stukje fanmail pakje doen. Ah. Zo. Ik heb er weer even een paar gepakt, hoor. Ik heb er 2. Ik heb er eentje die duidelijk van een bedrijf komt. Ricky Turbo Broers, dat ben ik. Ja, duidelijk. Oh, nee, er staat een naakte vrouw op. Het is een naakte man. Oh, dat is toch gezellig. Dit kan ik net aan laten zien op YouTube. Rick, I love you. Tjo, nooit geweten dat het zo zat. Oké. Hoi Ricky. Ik dacht, laat ik eens een lekkere foto sturen naar zo'n knappe jongen als jij. Na meer dan 2 jaar samen te zijn op Grindr lijkt het me leuk om eens in het echt af te spreken. Tot op Grindr. Kusje Henk. Dankjewel Henk. Dit raakt me. Top. Nou. Dat ook weer achter de rug. Kan ik dat hoofdstuk aan mijn leven ook weer afsluiten? Huh, waar is die? Oh, hier is nog wat, ja. Wat de fuck is dit dan? Kunnen we maar op een manier achterkomen. Maak het open. What the fuck? Zieke drugs in de fanmail. Gewoon een strip. Wat is het? Eens even lezen. Er zit een kleine handleiding bij. Zoals, hoe ontwikkel ik een goede drugsverslaving? Alsjeblieft, s'il vous plaît. Top. Oké, we gaan even lezen wat er in het boekje staat. Deze 30 tabletten foliumzuur worden je cadeau gedaan door Difrax. Yes. Difrax staat voor Happy Kids and Happy Growth. Opeens het woord and gebruiken in plaats van en.
Spreek gewoon Nederlands. Praat Nederlands met me. Nee, serieus. Ik haal dat als opeens halfwege het Nederlands in. Happy kids and happy growth. Zeg gewoon blije kinderen en blije groei. Is Nederlands taal zo moeilijk voor je? Huh, wat? Wij ontwikkelen producten voor de moderne, verantwoordelijke, aanstaande ouders en blije kindjes. Ik merk ook over blije kindjes. Nu ook met Difrax foliumzuur tijdens de zwangerschap. Het zijn gewoon pillen. Dit is een beetje foliumzuur. Kun je een beetje vergelijken met bepaalde vitamine. Je moet genoeg foliumzuur in je bek stoppen, anders ga je dood. Als je gewoon normaal eet, heb je nergens last van. Anders slik je pillen. Laat ik het 3 wegtikken vandaag. Laten we dat niet doen. Het zijn maar hele kleine pilletjes trouwens. Dus ik ga vanavond naar de club en dan vertik ik ze als hele kleine ecstasy-pillen. Of hele grote. Ik heb geen idee wat voor formaat zo'n ding heeft. Wie wil? Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering van de fanmail. Moet er weer meer fanmail komen? Ik weet het niet. Als je meer fanmail wil, stuur even fanmail op. Anders heb ik niks om open te maken. Ik heb hier ergens mijn e-mail staan. Ja, hier zo. Zo heb ik gameplaystar.hobo.com. Doe je zo, hey Rick, mag ik je e-mail? Ik wil graag fanmail sturen. En dan reageer ik met mijn e-mail. En dan kun je een fanmail sturen. Maak hem open. Brieven zijn welkom, pakketjes, dozen, alles. Ooit heeft een gast zijn eigen poep gestuurd. Verzin wat leuks. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!